Nou. Jongens, er staat hier ook chockvol met meeuwen. Zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en enkele grote mantelmeeuw. Ik kan het allemaal niet van elkaar onderscheiden. Zo dicht staat het bij elkaar. Grauwe ganzen. Kom ook nog even over. Ja, we staan in het Noorderfroon. En dat is toch wel ook een mooi natuurgebied achter de duinen, achter de zeedijk van Westkapelle. Dan hoor ik een graspieper. Piep, piep. Nou, hier kun je langs alle kanten vogels kijken. Zeker met een telescoop, altijd goed. En dan kun je die meeuwen afspeuren, kijken of er nog een bijzondere soort tussen zit. Dat doen we nu niet. We kijken vooral naar de goudplevieren. Want die wolkte hierboven, echt een enorme groep goudplevieren. Ik denk dat er wel op zijn minst 1000 waren. 1000 goudplevieren die minutenlang, ja echt minutenlang, bleven wolken. En dan daalden ze neer. Ze landen op een weiland, een stukje van ons vandaan. En dan opeens wolkten ze weer op. Waar dat nou goed voor was, dat weten we niet. Misschien liep er iets in die wei waar ze toch van schrokken. Want ze zijn uiteindelijk niet geland. Ja, een klein groepje. Die landen in de plas. Aan de randen van de plas. Waar ze op de oever staan. Samen met kievieten. Waakzame kievieten. Ja, zien die gevaar, dan gaat het hele zaakje omhoog. Gebeurde gelukkig niet. Want er liep ook nog een kemphaan rond. 1 kemphaan tussen de kievieten en de goudplevieren. Natuurlijk zitten er ook wat wintertalingen, slopeend. Nou, dat was een mooi uitzichtje zo over het Noorderfroon. Over de plas hier. En we stonden aan de overkant. En hier zien we ook ontzaglijk veel vogels. Dit zijn er ook wel een paar duizend. Meeuwen vooral. En meerkoeten en ganzen. Brandganzen. Het is schitterend hier. Ook aan de andere kant van de dijk bij Westkapelle.